Bert Arts is al druk bezig met de voorbereidingen van zondag. Het neerzetten van beelden, schilderijen en verlichting is nog best een kunst. Anton Heijboer was bij het grote publiek vooral bekend om zijn vijf vrouwen, maar zijn artistiek werk leeft nog steeds voort. Samen met de werken van Rick van Iersel belooft het een expositie vol met mooie werken en verhalen te worden. Zijn invloed leeft voort, nu nog steeds. Ik ben vorige week nog even in een ILP geweest. Ik heb nog hele mooie werken gehaald die hier tentoongesteld gaan worden. En ook dat nu de kunsthistorici enorme aandacht hebben besteed aan een grote nieuwe tentoonstelling om te laten zien wat dit voor een belangrijke kunstenaar is geweest voor Nederland en wat hij betekent heeft voor ook in de wereld. En dat is, ja, vind ik, dat is Anton Heijboer. Ja, we zondag inhoudelijk veel meer over vertellen. We vertellen me meer over zijn afkomst, maar ook de inhoud, wat betekent nu al die lijnen in je grafisch werk? Dat heeft allemaal een betekenis in zijn systeemdenken. En dat is waar we zondag uitvoering over gaan hebben. Dan is Lottie, een van zijn bruiden, hier. En die kan ook nog antwoorden geven op vragen van het publiek. Die dan denkt van, hé, we zijn eigenlijk wel nieuwsgierig. Wat is dit? Wat betekent dat? Wat betekent nou die onschuld? Wat betekent dat van 1 tot 9 en de 0? Kent hij natuurlijk niet in zijn systeemdenken. Dat maakt het dus spannend. Ik denk dat Heijboer een behoorlijke filosoof was. En door zijn filosofie kon hij dat puur op papier zetten. Zo puur. Het was niet één streep recht, dat is ook niet interessant. Dat hoort waarschijnlijk in de filosofie ook niet zo. Dan moet men ook altijd dieper nadenken, nog dieper nadenken, voordat je iets kenbaar maakt of gaat omschrijven of whatever. En dat is Heijboer bij uitstek, een filosoof. Ik heb het boek ook liggen, De filosofie van Anton Heijboer. Nou, ik ben al 2 weken bezig om de boel precies te hangen zoals het moet hangen. En dat luistert zeer nauw met de beelden van Rick van Iersel bij. Daar hebben we hem zeer bewust voor gekozen om Rick zijn heel serene beeldjes. Bij het serene werk van Anton Heijboer is dit... Ja, een geweldige mooie combinatie. Dus je moet dat uitbalanceren. Je moet zien dat de inrichting ook een kunstwerk is. Eén ding waar hij heel erg bekend om staat, is het feit dat hij 5 vrouwen had tegelijk. Iets waar je ook in de omschrijving van de expositie zet, dat hij daar eigenlijk... dat het jammer is dat hij vooral daar om bekend staat en minder om zijn kunst. Hoe komt dat, denk je? Dat weet ik niet. Dat zou ik misschien aan de mensen moeten vragen hier in het land. Maar ik denk dat er altijd een scheef oog is naar gekeken. Wat moet die man nu met 4 vrouwen? Nee, hij is wel ooit getrouwd geweest. 2 kinderen. Een zoon en een dochter. Maar later, in 1960, was zijn eerste bruid Maria. En dan komt Lottie en Joke en later nog Marieke. En nog later Petra. Dus in principe 5. Maar Petra was meer de intermediair tussen de... Ja, zo, laat ik zo omschrijven, zoals de burcht waar ze met z'n 5 woonden. En Petra, die was buiten, als het ware, maar was ook binnen. En ik denk dat dat vooral de mensen nieuwsgierig heeft gemaakt. Wat is dat nu voor een man? En dan zie je daar de eerste grote opnames in komen in begin jaren 70. Dat Henk van der Meijden dan in de Hooiberg zit met Anton Heijboer in opname, in documentaire. En dan wordt het uitvoerig, wordt er een boek geschreven over de bruiden van Anton Heijboer. En dan wordt hij dus daardoor bekend. Maar in de kunstwereld, in de echte grote kunstwereld, was hij al lang wereldberoemd. Los van zijn vrouwen. Want het maakt heel erg uit of je het ene werk nou links hangt van het andere werk of andersom. Precies. En het is mooi als je van die doorkijkers hebt die zeggen, hé, daar is ook nog wat te zien. Wat is dat mooi gecompenseerd. Hè? Daar gaat het om. En dat kost heel veel tijd en aandacht. En dan uitlichten, dat hoort ook nu bij. Hoe het ene schilderij mag iets meer licht hebben dan het andere. Dus dat... Die etsen die moeten heel sober, de sober die moet ook sober worden uitgelegd.